Over een paar weken rolt de Hyundai Kona Electric door de Nederlandse straten. En niet veel later zal die vergezeld worden door zijn Kia-broeder, de Niro EV. Maar door al dat geweld zou je bijna vergeten dat Kia al een aantal jaren een volledig elektrische crossover in het gamma heeft, de Soul EV. Begin dit jaar werd die geüpdate op technisch vlak en daarom ging ik ermee op pad om uit te vinden of dit jouw nieuwe elektrische auto is. Sinds 2009 kennen we de Kia Soul als een vrolijk en gruitig gestileerde crossover. Een auto die echt wel wat mensen wist aan te spreken met zijn vrolijke voorkomen. Een auto die destijds leverbaar was met een benzine- en een dieselmotor. Maar in 2014 besloot Kia de stekker eruit te trekken. Tenminste, ze besloten enkel nog maar een versie met een stekker te leveren. De Kia Soul EV. Een destijds best wel gewaagde stap van het merk, want de positie van de elektrische auto was toen nog echt niet zo sterk als dat die nu is. Maar zeker in de landen om ons heen is de Kia Soul EV een graag geziene gast. Toch besloot het merk, ondanks de komst en de ontwikkeling van de Niro EV, de Soul begin dit jaar een technische update te geven. Een technische update die, jawel, zorgt voor meer elektrisch rijbereik. En dat met behoud van een vrij gunstige prijs. De technische update van de Soul EV houdt onder andere in dat het accupakket een klein beetje werd vergroot. Van 30 kWh naar 31 kWh. Belangrijker is echter dat er van die 31 kWh nu 30 kWh bruikbaar is. Dat terwijl bij het oude type accu van die 30 kWh er slechts 27 kWh bruikbaar was. Deze wijzigingen aan het accupakket zorgen ervoor dat de actieradius toenam met maar liefst 18%. In plaats van 212 km haal je nu 250 km volgens de oude NEDC testmethode. Over die actieradius kan ik kort zijn. Ik heb de afgelopen week een bloedhete testweek gehad, tegen de 30 graden continu. Maar omdat de Kia Soul beschikt over een efficiënte warmtepompinstallatie om de auto te verwarmen en te koelen, lever je vrij weinig in voor wat betreft de actieradius. Zo kwam ik vrij betrouwbaar aan een continue actieradius van maar liefst 180 km, zelfs bij snelwegtempo. Let wel, ik ga dan niet harder dan 115 km per uur. Kom je namelijk daarboven, ja, dan gaat hij toch echt wel wat meer verbruiken en zal je rekening moeten houden met een actieradius van op dat moment circa 150 km. Rij je in de stad, met de airco aan, met de verwarming aan, ja, dan zal je al vrij snel te maken krijgen met een actieradius die ligt boven de dik 200 km. En geloof mij, dat zijn echt prima cijfers en dat is een meer dan prima actieradius voor een elektrische auto in Nederland. Zeker ook omdat deze Soul EV nog steeds kan snel laden. In het front, achter een mooi laadklepje verscholen, zitten namelijk twee aansluitpunten. Een normale Mennekes aansluiting en een Shademo aansluitpunt. Shademo, dat is een van de meest voorkomende snelladers in Europa. Ook met die Soul EV zou je dus prima een roadtrip kunnen maken of op vakantie kunnen gaan. Wel dien je er dan rekening mee te houden dat je je route goed moet plannen. Maar omdat die actieradius ook op snelwegtempo prima is te noemen, is het best fijn om na 170 à 180 km eventjes te pauzeren en die auto in een half uur weer richting de 80 à 90% op te laden. Ik heb het dan ook echt ervaren dat die 180 km actieradius in de praktijk soort van gerust stelt. Ik heb echt geen moment last gehad van range anxiety. Sterker nog, ik heb de afgelopen testweek niet eens hoeven snel laden. En dat terwijl ik toch dik 700 km heb weggetrapt met die Soul EV. Ik kon gewoon rustig naar de kust rijden. Heb hem daar ingeplucht op een normaal laadpunt. Maar ik had zelfs nog naar huis kunnen rijden. En dat terwijl ik toch 90 km van de Zeeuwse kust af woon.
Wat ik daarnaast erg vermakelijk vond, nu weer, dag Renault Captur, is dat het een hele vlotte en fijne auto is om mee te rijden. De Sol EV beschikt over een 109 pk sterke elektromotor. En dan hoor ik je al denken, dat is toch niet zo heel veel? Nee, die pk's die vallen best mee. Maar deze elektromotor levert wel bijna 300 Nm trekkracht. Om dat in een perspectief te plaatsen, ik kan mij de eerste heugelijke kilometers in een Volvo 850 T5 nog goed herinneren. Zo'n 2,5 liter turbo, 5 cilinders, dik 230 pk, maar ook een koppel van 300 Nm. Daar had je vroeger dus een 2,5 liter 5 cilinder met een turbo voor nodig om eenzelfde koppel af te kunnen geven op de voorwielen. Deze Sol EV heeft dat dus ook. En dat is ook nog eens een stuk meer dan bijvoorbeeld de BMW i3. Die mag dan wel 170 pk hebben. Dat koppel is met 240 Nm een stuk lager dan bij deze Kia Soul. Dat hoge koppel met die voldoende pk zorgt dan ook voor een ontzettend fijn en comfortabel rijkarakter. Die auto reageert ontzettend vlot en je sprint dan ook in iets meer dan 10 seconden naar de 100 km per uur. De technische updates aan deze 2018 Kia Soul EV houden ook in dat de auto is voorzien van ultra-efficiënte Michelin Energy banden. Deze zorgen voor een lagere rolweerstand en hebben dus ook een positieve invloed op die actieradius. Wat Kia daarnaast erg goed voor elkaar heeft, is het zogenaamde regeneratief remmen. Het tegengaan van verloren energie. Als jij eenmaal op snelheid bent en je gaat bijvoorbeeld afremmen, dan is het heel efficiënt om die energie om te zetten in stroom voor het accupakket. Nu staat de automaatpook bijvoorbeeld in drive. Als ik nu het stroompedaal loslaat, dan zal je zien dat die behoorlijk afremt. Eén blokje charge en energie vloeit nu weer terug in het accupakket. Wat ik echter de afgelopen testperiode heb gedaan, is de automaatpook in brake zetten. Als ik dat doe, dan remt hij nog harder af en kan je bij wijze van spreken met één pedaal auto rijden, het stroompedaal. Laat ik nu los, dan zal je zien dat hij twee blokjes laat en iets sterker afremt op, als het ware, de motor. Dit is erg prettig, zeker ook omdat je alle functies als cruise control nu gewoon kan blijven gebruiken. Het is dus niet zo dat je nu continu aan het afremmen bent, de Sol rijdt verder gewoon normaal. Wat mij verder opvalt aan deze Sol is dat het een auto is die na 10 jaar ontwikkeling echt doorontwikkeld aanvoelt. Alles voelt net zo degelijk en solide, maar ook fijn aan. En dat is gewoon erg vermakelijk. Ik heb hier echt de afgelopen week met plezier in gereden. Het is een auto die precies doet wat je ervan verwacht. Hij stuurt niet al te nerveus, maar wel direct. Hij heeft een hele goede rechtuitstabiliteit. En het onderstel voelt heel solide, maar ook comfortabel aan. Het is een auto die oneffenheden op de rechtere stukken keurig wegfiltert. Terwijl je er qua dynamiek genoeg communicatie uit kan halen. Dankzij het bijna 300 kg zware accupakket in de bodem is het ook een auto die heel goed en stabiel op de weg ligt. Een mooi laag zwaartepunt heeft hij. En daar profiteer je dan weer van als je net eens even wat dynamischer wilt gaan rijden met die auto. Het is een hele prettige auto om mee te rijden. En prettig, ja, dat is ook iets dat het interieur uitstraalt. Een heel licht interieur. De Sol EV is in 2018 enkel leverbaar als Edition. Eén uitvoering dus. 36 mil kost die, maar dan heb je wel echt alles. Je hebt een hele mooie licht en fris interieur kleurstelling. Lichtgrijs met her en der een beige tint. Ja, en ik hou daar wel van. Zeker met dat mooie grote panoramische schuifkanteldak zorgt dat voor een heel licht en fris interieur. Mooi is ook het lichtgrijze lederen stuurwiel met blauw stiksel. De hoogglanswitte details in de deuren op de middentunnel samen met wat aluminiumkleurige accenten. Ja, dat geeft wel een hele mooie, frisse, high-tech uitstraling aan die Sol. Samen met zaken als een digitaal instrumentarium, een groot touchscreen in het midden dat helemaal up-to-date is met Apple CarPlay, Android Auto, uitstekende navigatiesoftware en implementatie van het EV-gedeelte, inclusief snellaadpalen en normale laadpalen. Ja, je komt werkelijk waar niks tekort als Kia Soul EV-rijder.
Uiteraard heeft Kia ook gedacht aan de luxe in de vorm van stoelverwarming, climate control, licht- en regensensoren en een uitstekende audio-installatie. Uiteraard beschikt hij ook over cruise control, een limiter, een elektronische parkeerrem, een heel hold functie, een achteruitrijcamera en parkeersensoren voor en achter. Een stukje slimme en besparende technologie blijft de driver-only functie. Als ik die knop hieronder op het dashboard indruk, dan gaat hij alleen de bestuurder koelen of verwarmen. En dat bespaart energie, want waarom zou je de hele cabine gaan verwarmen als jij de enige aan boord bent? De zitpositie in de Kia Soul EV is ontzettend goed in te stellen. De stoel is over een riant bereik instelbaar. Wel mis ik een lendensteun, die miste ik echt op de langere trajecten. En ook het stuurwiel is zowel axiaal als verticaal in te stellen. En dat zorgt voor een hele fijne, comfortabele zit. Je hebt ook een heel goed overzicht dankzij de vrij dunne A-stijlen en het vele glas rondom. Qua ruimteaanbod is de Soul beslist niet krap te noemen. Achter de bestuurder en achter de bijrijder geniet je van riante zitplaatsen. Het enige dat er ontbreekt is een fatsoenlijke middenarmsteun die je uit kan klappen. Dus je zit wel een beetje in het wilde weg. Luxe is ook dat als jij op stap gaat met de Kia Soul EV en je hebt hem aan een laadpaal hangen, bijvoorbeeld aan een wallbox thuis of aan een openbaar punt of gewoon normaal in de 220 aansluiting, dan heb je de luxe van een standkachel. Ook om te koelen. Je kan dus echt de temperatuur instellen en zeggen ik vertrek morgenochtend om 6 uur. Dan is de auto bijvoorbeeld ontdooid of juist lekker gekoeld. En nu klink ik behoorlijk positief hè, over deze auto. Nou, dat ben ik dan ook, maar ik heb ook echt wel een stukje kritiek hoor. Zo begint hij wel een klein beetje zijn leeftijd te tonen, omdat er een totaal gebrek is aan veiligheidssystemen. Kijk, tuurlijk geniet je van zaken als ABS, ESP, tractiecontrole, een automatische verdeling van het remvermogen, extra rembekrachtiging als het nodig is. Dat soort zaken zijn allemaal aanwezig hoor. Maar er is geen autonoom remsysteem aanwezig, geen rijstrookwaarschuwing, niet eens een systeem dat een beetje in de gaten houdt of jij wel voldoende afstand houdt, helemaal niets. Ja, dat is dan toch wel een klein beetje jammer en dat zal die Kia Niro EV echt wel een stukje beter doen. Een ander iets waarmee hij zijn leeftijd verraadt zijn de vrij ouderwetse halogeen koplampen. Ze zitten dan weliswaar in een projector, maar gezien de huidige maatstaven van LED en xenonverlichting, ja, schiet hij hier toch wel echt een beetje mee tekort. Zeker ook omdat xenon of LED techniek een stuk zuiniger omspringt met energie. Maar het meest bijzondere van deze Kia Soul EV, ja, dat vind ik toch wel echt zijn actieradius. Hoor. Petje af Kia, die wijzigingen aan deze Soul EV hebben echt nut gehad. Zo heb ik een gemiddeld verbruik van 15,7 kWh op 100 km. En dat terwijl mijn kilometers toch zeker voor 70% bestonden uit snelwegkilometers. En dat zijn doorgaans voor elektrische auto's niet de meest zuinige situaties. Zoals ik al zei, kost de Kia Niro je iets meer dan 36.000 euro. Hij is er maar in één uitvoering, deze edition, en dan heb je dus gewoon alles wat je maar kan wensen. Dit jaar geniet je zakelijk nog van slechts 4% bijtelling en geen wegenbelasting. En ik zeg het je echt heel eerlijk, als ik moet gaan kiezen tussen bijvoorbeeld een Hyundai Ioniq of deze Kia Soul EV, dan ga ik denk ik, ondanks een paar tekortkomingen op bijvoorbeeld het gebied van autonome veiligheid, dan kies ik toch denk ik toch echt wel voor deze Kia Soul EV. Het is een hele prettige auto om mee te rijden. Hij voelt doorontwikkeld aan, hij heeft een prima actieradius. En die nieuwe technische wijzigingen hebben echt hun effect gehad op die auto. Tel daarbij die hoge instap en heel veel leefruimte aan boord bij op en je hebt gewoon een heel prettig totaalpakket voor de deur staan. Vond je deze review interessant? Vond je hem leuk? En zeg jij, ik wil meer van Insta Autovlog zien? Volg Insta Autovlog dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En abonneer je bovendien op dit YouTube kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie je graag in de volgende video. Doei!